Welkom bij Bulls & Bears, het programma waarin we alles op het gebied van beleggen proberen te duiden voor die belegger die nog wel wat houvast kan gebruiken. Daarom horen we heel graag waar jij tegenaan loopt, of niet, Caroline? Ja, dat klopt. We hebben weer een leuke kijkersvraag van Hans Hensbergen uit Barneveld. Hij vraagt: deze week werd de rente verhoogd in Amerika. Normaal zou de beurs omlaag gaan, maar nu niet. Hoe kan dat? Ga ik speciaal voor je vragen, Hans. Verder, ja, de wereld staat in brand, maar zijn er nog interessante koopjes? Daar gaan we het over hebben. Hoe bepaal je überhaupt de trend? En gebeurt er nog wat in cryptoland? En waarom het af en toe handig is om uit te zoomen? Genoeg te bespreken dus. Hoog tijd om in te stappen. In de studio Jelte de Boer, directeur beleggingen bij vermogensbeheerder Optimix. En je wordt geflankeerd door strateeg bij Actiam, Corné van Zijl. Heren, welkom. Jelte, voor jou de eerste keer, dus jij mag beginnen. Wat viel jou op deze week? Ja, dat was toch wel de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die haar rente verhoogd heeft. Voor het eerst sinds een hele lange tijd, ja. Met een kwartje erbij. Daarnaast konden ze ook aan hun balansen gaan verkorten vanaf volgende meeting. Dus ja, toch wel een verandering in monetair beleid. Ja, lang verwacht, eindelijk gekomen, ja. Beweging daarin. En wat dan opvalt, mij ook, hè, en ook Hans Hensbergen thuis, zegt veel stevige winsten, ondanks de havikachtige vet. Ja. Hoe verklaar je dat? Ja, dan moeten we denk ik even gaan naar de persconferentie na het rentebesluit. Daarin gaf voorzitter Powell aan van, ja, dat de economie eigenlijk best sterk is, die de renteverhogingen aan kan. Hij voorziet ook geen inflatie de komende 12 tot 18 maanden. Nou, dat beamen wij ook. En ja, beleggers pakten dat goed op. Ja, dus die waren gerustgesteld en dan ja, blijft dat optimisme voortduren. Ik lees ook altijd over de dotplot als het gaat over de Fed. Ja. Wat is dat? Ja, de dotplots zijn eigenlijk schattingen van alle Fed officials. Die geven dan aan van ja, wat hun verwachtingen zijn van de rente per, nou, we zien hier in beeld, per eind van dit jaar, eind volgend jaar, eind 2024. Dus elk poppetje zet een stipje. Elk poppetje zit een stipje. Precies, ja. En wat we zien is dat ja, deze dotplots vergeleken met de vorige bijeenkomst in december vorig jaar toch een flinke opwaartse bijstellingen. Mm-hmm. De verwachting is nu mediaanverwachtingen volgend jaar op 2,75. Dat betekent dit jaar 7 renteverhogingen en volgend jaar ook nog eens 4 renteverhogingen. En wat zijn dan de haviken en de duiven? Ja, de haviken, dat zijn degenen die denken van ja, die rente moet wel heel hard omhoog. Dus die zitten nu aan de bovenkant op 3,75 eind volgend jaar. En de duiven, ja, die zeggen van, zijn van meer ruimer monetair beleid. Van rustig aan met die renteverhogingen. Dus, nou, we gaan kijken hoe zich dat blijft ontwikkelen. Corné, wat viel jou op deze week? Ja, mij viel vooral op dat je de eerste tekenen ziet dat er een beetje de dominantie van de dollar wat aan het verzwakken is. En je ziet op deze kop ook heel duidelijk dat Saoedi-Arabië nu bereid is om de yuan als betaalmiddel te accepteren. En dat zijn toch de eerste stappen dat we minder vanuit de dollar afhankelijk worden. In 1973, toen de goudstandaard werd losgelaten, kon je goud nog inwisselen, of dollar inwisselen voor goud. Toen ja, moest Amerika wat doen en die is toen naar Saoedi-Arabië gegaan en zeggen, nou, als jullie nou beloven om die dollars voortaan, of die olieprijs voortaan in dollars af te rekenen, ja, dan ontstaat er heel veel vraag naar dollars en dat voorkwam dat de dollar enorm zou gaan kelderen. Hm. En dat is sindsdien nog steeds het geval. Hè. We betalen gewoon olie in dollars. Ja, maar er wordt dus nu gezaagd aan de stoelpoten van de dollar, zo zei je. Ja, er wordt een heel klein beetje gezaagd en dat gaat heel langzaam. Nou, je ziet ook dat alle reserves nog steeds in dollars zijn en daar ook zie je wat bewegingen komen dat we toch merken dat ze heel veel afhankelijk zijn van die dollar en daar wil men gewoon vanaf. Daar krijg je dan wel in dit geval afhankelijkheid van de renminbi af. En ik weet niet of je daar zoveel mee opschiet. Nee, precies. Maar goed, ook een interessante om fundamenteel in de gaten te houden, ja. De ontwikkeling van de dollar. Laten we van Saoedi-Arabië in dollars en yuans naar dicht bij huis gaan. De AEX deze week. Ja, hoe heb je ernaar gekeken? Welke ontwikkeling maakt hij door? Ja, toch een stukje herstel. Beleggers houden niet van onzekerheid. Een periode van veel onzekerheid leek dat wat minder te worden deze week. De Fed natuurlijk wordt wat duidelijkheid van ja, we gaan onze rente terug verhogen. Ja. Dat is één. Vanuit de Chinese overheid kwamen positieve geluiden ondersteunend aan aandelenmarkten. En ook de oorlog in Oekraïne en Rusland. Ja, die onderhandelingen lijken de goede kant op te gaan. Ja, na een toch wel vrij beroerd sentiment onder beleggers. Lijkt er toch wat ruimte te ontstaan weer. Hebben we dan slechte nieuws gehad, Corné? Kunnen we weer opgelucht ademhalen en lekker de markt naar boven zien gaan?
Nou ja, dat hoop ik natuurlijk wel, want op meerdere redenen is het, hopen we dat we de Oekraïne-oorlog, dat het daar eindelijk de goede kant op gaat. Want dat is natuurlijk een dermate drama, maar ook economisch gezien heeft het heel veel impact. Maar je weet nooit wat voor volgend risico weer om de hoek staat te kijken. Die komt altijd onverwacht. Precies. Nou goed, het is toch, hè, laten we toch eens kijken, want het hangt veel, veel donkere wolken hingen er boven de markt. Wij zijn dus op zoek gegaan naar waar liggen nou de koopjes. Vandaar de koopjesmarkt. Rosenbergs koopjesmarkt met nadrukkelijk garantie tot aan de deur, want geen van beiden heeft een glazen bol. Toch hebben we jullie gevraagd van joh, wat zijn nou fondsen of richtingen waarvan jullie positief gestemd zijn? Corné, mag ik bij jou beginnen? Tip, tussen aanhalingstekens. Je tip is zo'n eng woord. Hè. Ik zoek altijd de koopjes daar waar niemand zoekt. En een van de rare koopjes, ik hoor al mensen vragen, die vind ik toch in Turkije. Turkije? Ja, wat moet je daar nou doen in Turkije? Nou, een van mijn oude leermeesters heeft altijd gezegd, je moet kopen na een devaluatie. Nou, een devaluatie heb je wel gehad in Turkije. Die munt is helemaal onderuit gegaan. Ja. Maar als je naar Turkije kijkt, die staat nu op 4 keer de verwachte winst voor gemiddeld voor al die Turkse bedrijven. En er zitten staalbedrijven bij, banken, telecombedrijven, oliemaatschappijen. Dus van alles en nog wat. Dus het is best wel een divers iets. En die munt is zo gekelderd. Dus dan betekent dat ze makkelijk kunnen exporteren. Betekent ook wel dat je een importprobleem hebt en inflatie. Maar inflatie hoeft niet per definitie slecht te zijn voor al die bedrijven die daar zitten. Dus daarom laat ik gelijk een disclaimer geven. Alle koopjes heb ik zelf ook in eigen portefeuille. Oké, maar goed. Dus het betekent wel dat je er zelf serieus in gelooft. Maar dit is wel iets voor iemand met een sterke maag, kan ik me voorstellen, Turkije, of niet? Ja, inderdaad. In Turkije ga je niet voor je lol zitten. In Turkije, het is echt op het devaluatiestuk. Dus na een jaar moet je echt gaan kijken van, moet je je winst nemen of sowieso verkopen. Tweede tip? Tweede tip is in clean energy. Okay. Wat we hebben gezien is dat de clean energy een enorme bubbel is gekomen. En die bubbel is een beetje weer geklapt. Terwijl ja, je mag verwachten dat de vraag daar enorm toeneemt. En die clean energy is nu weer een beetje in lijn met de rest van de beurs gekomen. Dus wat dat betreft denk ik dat daar best wel mogelijkheden zijn. Ook voor de langere termijn kan ik me zo voorstellen. Ga ik naar Jelte. Jelte, waar kijk jij naar? Wat zou jij? Allereerst denk ik de grote Amerikaanse technologieondernemingen. We zien een grafiek van de Nasdaq. Ja, sinds de piek is die 22% gedaald. Vanaf begin dit jaar natuurlijk door oplopende rente, later natuurlijk door oorlog in Oekraïne. Ja. In de tussentijd de winsten van deze ondernemingen zijn verder doorgestegen. Dus dit, ja, een afwaardering van 22% biedt in ons ogen goede kansen. Dus letterlijk een koopje kunnen zijn, maar ja, als je dan verder uitzoomt, hè, heb ik dan eens gedaan, dan denk je, nou ja, hij is nog steeds vrij hoog historisch gezien. Klopt, ja. Maar de winstontwikkeling van deze ondernemingen is ook heel sterker dan deze koersstijging doet vermoeden. Oké. Dus dat is alsnog, zou het een koopje kunnen zijn? Ja. Wat zou de tweede tip zijn? Nou, op gebied van obligaties wordt natuurlijk vaak gezegd van ja, met in obligatieland ja, valt geen rendement te behalen. Mm-hmm. Nou, daar zijn we het niet helemaal mee eens, want ja, je moet ook kijken van wat is er allemaal voorhanden binnen obligatieland. Nou, één type obligaties zijn inflation-linked bonds. Nou, hier zien we een grafiek van vorig jaar en dit jaar. Wat wil dat zeggen, inflation-linked? Ja, dat zijn obligaties uitgegeven door bijvoorbeeld de Duitse staat, waarbij de coupon en de eindwaarde gecorrigeerd wordt door inflatie. Okay. Omgeving nu met hoge inflatie betekenen dat die obligaties daar goed tegen bestendig zijn. Lijkt me een hele veilige. Dus Corné, interessant ook of niet? Ja, je moet wel bedenken dat een van de redenen waarom die inflation-linked bonds het zo goed hebben gedaan is omdat de inflatie zo hard gestegen is. Mm-hmm. Dus je moet wel ervan uitgaan dat die inflatie ook zo hoog blijft. Want dat is een van de grote drijvers achter deze beweging. Okay, tot slot allebei nog één korte tip. Corné. Ik zou zeggen, kijk ook naar gewone energieaandelen. Voor sommige mensen die duurzaam willen beleggen, niet altijd de juiste keuze. Maar als je daar voorbij wil kijken, dit is de verwachte ontwikkeling. Dat zie je in de lichtblauwe lijn. En dan blijven de koersen, die hebben het al goed gedaan, maar die blijven daar nog heel erg sterk bij achter. Tot, wat sluit je daarbij aan? Ja, grondstofaandelen. Ook in de hele energietransitie is heel veel koper nodig. Dus koperproducenten, maar ook producenten van andere basismetalen. Mm-hmm. Die zullen van profiteren van de grote vraag door overheidsinvesteringen. Ja, op de langere termijn ziet dat er. En ook een goede inflatiehedge. Die ondernemingen doen het goed als die grondstofprijzen flink stijgen. Het hele lijstje zetten we ook op de socials. Dankjewel heren, dankjewel Jelte de Boer, directeur beleggingen bij vermogensbeheerder Optimix. Gaan we het nu hebben over de trend. Hoe kun je die herkennen? Gaan we het nu over hebben in de Bulls & Bears Academy. Ik
Elke week spijken we onze beleggerskennis stukje bij beetje bij in de Bulls & Bears Academy. Deze week doen we dat met Stefan Smirch van Bux Zero. Stefan, welkom in de technische analyse deel 2, vorige week deel 1. We gaan het hebben over patronen en deed mij meteen hieraan denken. Helemaal gezellig, helemaal mijn niveau ook. Waar gaat het over, Stefan? Je hebt de smaak goed te pakken qua patronen, want je herkent ze overal. Knieën, teen mag je vergeten. We gaan het hebben over het hoofd- en schouderpatroon. Hier zie je hem ook in beeld. En ik ga je uitleggen wat er aan de hand is. Vorige week hadden we het over bullish en bearish engulfing. Mm-hmm. En dat zijn twee patronen die tonen aan een mogelijk kantelpunt in de markt. Nou, en dat is hier ook het geval. Okay. Kijk even mee naar deze grafiek, wat hier eigenlijk gebeurt. We komen bij de linkerschouder komen we eerst aan. Nou, er is positief sentiment rond een aandeel, een index, wat dan ook. Gaan omhoog, zetten daar de eerste top neer, linkerschouder wordt gevormd. Nou, wat voor reden ook, enthousiasme gaat uit de markt, prijs gaat omlaag. Totdat op een gegeven moment die tweede top wordt gevormd. Dan hebben we het hoofd. Ja. Gaan we op een gegeven moment weer omlaag, weer tot de neckline. Nou, in seizoen 1, als je nog weet, toen hebben we het over steun- en weerstandslijnen gehad. Komt hier ook weer terug. En om de metafoor compleet te maken, noemen ze het even de neckline. Maar dan komt die derde schouder. En dat, als je toch één les meeneemt hieruit, dat is heel belangrijk. Die derde schouder wordt gevormd, maar je ziet al dat het sentiment daar minder positief is dan bij het hoofd. Hè? Die lijn gaat minder hard omhoog. Ja. Dan moet, of je nou technisch analist bent, fundamenteel analist of met je boerenverstand aan het beleggen bent, dan moet er al een lampje gaan branden van hey, hier gebeurt dus iets dat de prijs minder hoog opgedreven wordt. Er is dus minder enthousiasme. En voor technisch analisten wil dat soms een signaal zijn van dit is het moment dat er een kantelpunt in de markt komt. En dan zie je die daling daar. Ja. Dat is het hoofd- en schouderpatroon in de basis. Ja, maar die technisch analisten zitten dus continu naar die koers te kijken. En ongeveer als dat hoofd ontstaat en die tweede schouder, dan moet je nattigheid gaan voelen en denken, wow, dit zou zo dat kan zijn. Een ding zijn, maar er komen nog heel veel dingen bij kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook een inverse head and shoulder patroon meegenomen. Ja. Ja, inverse omgekeerd, net zo makkelijk. Ja. Dit kan dus een uitbraak naar boven kan dit gaan betekenen. Yes. Maar er zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. A is bijvoorbeeld een tijdspad. Want voor je het weet ga je overal koppen en schouders zien. Dan zie je overal punten en dingen gaan. Slaap je ook niet meer. Dan heb je alleen dat liedje in je hoofd, hoofd, schouders, knieën, teen. Ander ding is het handelsvolume. Je ziet dat hieronder in beeld. Nou, vorige week hebben we het daar ook kort over gehad. Het gaat om een hoog handelsvolume. Dat wil vaak zeggen dat er dus inderdaad veel gehandeld wordt. En dat is vaak een versterkende factor bij een mogelijke verschuiving hierin. Wat je hier dus ziet. Ja, want hoog handelsvolume maakt het betrouwbaarder misschien? Nou ja, zo betrouwbaarder wil ik niet meteen zeggen. Maar het maakt wel inderdaad duidelijk dat er veel gehandeld wordt. Dus dat er inderdaad gewoon meer. Je kunt meer waarde hechten aan de koersbeweging op dat moment. Ja, oké. Okay. Dus je hebt de hoofdschouder en de inverse hoofdschouder. Beide zouden op een keerpunt in de markt kunnen wijzen. Inderdaad. Is dat ook iets waar jij naar kijkt, Corné? Naar hoofd en schouders? Of? Nou, hoofd en schouders niet. Nee, maar volgens mij komt er nog een andere technisch patroon aan waar ik wel wat meer naar kijk. Maar komen we zo op. Langere termijn trend, geloof ik. Inderdaad. We hebben altijd een beurswijsheid hier. The trend is your friend is er eentje. Uh-huh. En hoe kun je dat nou bekijken? Nou, hij komt hier ook heel leuk in het decor terug. Het zijn die lijnen, die golvende lijnen door de candlestick hierheen. Ja. De moving averages. Die rode lijn. Rode lijn hebben we het dan over. De moving average. Simple moving average is vrij simpel ook te berekenen. Eventjes een klein voorbeeldje. Voortschrijdend gemiddelde. Dat is waar we het over hebben. Ja. Inderdaad. Voortschrijdend gemiddelde is een vertaling. Stel je neemt van de AEX, neem je van 10 dagen, 10 handelsdagen, neem je de slotstand. Uh-huh. Zet je allemaal achter elkaar. Deel je op een gegeven moment door 10. Dan heb je een volgende punt voor je moving average. Ja. Wat je vervolgens doet, is je neemt je eerste dag uit je berekening, die haal je eraf. Opnieuw, die dagen delen door 10. En zo ga je dus, kom je tot zo'n lijntje, kom je dan. Ja. Vooral dus ook voor technisch analisten interessant, ook voor fundamenteel analisten, interessant om, wat is nou de trend? En dat is heel belangrijk, want heel veel mensen zeggen van, ga nou niet tegen de markt inhandelen, ga nou niet slimmer proberen te zijn, wat dan ook, volg gewoon de markt. Maar je kan 10 dagen, geloof ik 50 dagen, 200 dagen delen door elkaar. En wanneer gaat er dan een belletje rinkelen? Wat moet je dan met die moving averages, Corné? Nou, iedereen mag zijn eigen moving averages uitzoeken die hij wil, maar het is wel belangrijk om die trend te volgen. En een hoop mensen die zien een aandeel goedkoper worden, maar gaat die trend naar beneden, maar dat kan nog heel lang doorgaan. Ja. Dus wat dat betreft moet je daar erg voorzichtig mee zijn. En ook dat zie je ook terug in allerlei fundamentele strategieën, dat ze dat momentum uitzoeken. Het momentum is heel belangrijk en is ook heel moeilijk om te volgen. Want als zo'n momentum omhoog gaat, dat betekent dat je de bodem hebt gemist. Je koopt nooit op de bodem. En dat maakt er ook net een van de redenen waarom het werkt, dat je met die trend meegaat. Want het is heel erg moeilijk. Zo'n koers, de trend gaat omhoog. En je zegt, ja, maar die bodem is al een paar maanden geleden geweest. Die heb ik gemist.
En daarom willen ze niet kopen. Maar uiteindelijk is het altijd beter, zowel fundamenteel als technisch, om met die trend mee te gaan kopen. Ja, die moving averages wat dat betreft in de gaten te houden. Dankjewel Stefan Smeertje van Bux Zero. Wat is de trend in cryptoland? Gaan we het nu over hebben na de break in de Crypto Corner. Welkom terug bij Bulls & Bears, waarin we elke week speciale aandacht besteden aan cryptovaluta. Doen we deze week bij Thomas Franke, Digital Asset Manager bij Fondshuis van Eck. Nog steeds geflankeerd door Corné van Zijl, stratege bij vermogensbeheerder Actiam. Ja, Thomas, vorige week had het weer over Biden. En deze week is er in het Europees Parlement over crypto's gesproken, volgens mij. Ja, wat is daar, ja, wat komt daaruit? Nou, het goede nieuws is dat er niets uitkomt. Dus er was een stemming over proof of work, of dat verbannen zou moeten worden. Ja, de manier waarop Bitcoin gemined worden. En daar is tegen gestemd, dus dat is positief. En ik vond het zelf wel interessant, er was een amendering in de voorstel, dat er wordt rond 2025 wordt gekeken naar hoe de energie wordt opgewekt. Die verantwoordelijk is voor het minen van bitcoins. Ja, want daar is veel kritiek op. Het zou super energieconsumerend zijn. Veel meer energie dan zelfs kleine landen verbruiken. Ja. Nou ja, goed. Ik vind het wel goed dat daarna gekeken wordt. En als je dan kijkt, van ik doe ook research wat gaat er allemaal om in die markt. En dan zie je eigenlijk al dat in de huidige structuur dat er al heel veel gebruik wordt gemaakt van renewable energy. Uh-huh. Zoals 76% wordt al voor gebruikt. En zal worden steeds eigenlijk meer een motor voor ESG-transitie dan een tegenwerkende kracht. En daar springen ook echt veel bedrijven op in. Okay. Op deze hele business case. Ja. Maar Thomas, wat de ene gebruikt, al is het renewable of niet, gaat wel ten koste van de ander. Het is altijd een beetje een zero-sum game. Dat zal altijd wel blijven. Maar de business case zelf kan er ook voor zorgen dat je nieuwe projecten die ook ESG-gefocust zijn, wat rendabeler kan maken en veel rendabeler zelf, significant. Dus dat biedt wel ruimte voor ontwikkeling. En dat vind ik zelf wel interessant. Ja. Okay. Er was nog meer Europees crypto nieuws. Want Oekraïne legaliseert crypto's. Ja. Dat is ook zo'n kop die ik las. Wat is daar gebeurd? Ze hebben heel veel crypto ontvangen. Dus volgens mij 100 miljoen hebben ze inmiddels gekregen. Als steun. Ja. Als steun van wereldwijd. Is gedoneerd. Nou ja, als je dat wil gebruiken moet je natuurlijk ook wel moet wel kunnen legaliseren. En dat hebben ze gedaan. Dus, en dat is ook wel interessant om te zien. Dat je toch ziet dat een land in een tijd als dit eigenlijk dit wil reguleren zo snel mogelijk. Want dat is natuurlijk die hele crypto scene altijd naar op zoek. Hè, van jongens, wordt het geadopteerd. Ja, dan zou je kunnen zeggen, als een land dit accepteert, dan is dat een plus qua adoptie. Maar het zijn natuurlijk wel hele bijzondere omstandigheden, Corné, waarin zoiets. Dus ben je overtuigd jou dit, zal ik maar zeggen? Nou nee, maar dit is zeker een pluspunt. En ze zeggen altijd, in oorlog en liefde is alles geoorloofd. En dus zelf het accepteren van bitcoin. Maar op zich is dit wel, denk ik, een heel duidelijk punt van, als anders andere dingen niet meer werken en dit wel, dan moet je naar het alternatief overgaan. Ja, dus het is wel weer een stapje op weg naar adoptie. Ja zeker, dat lijkt het wel op. Ja. Heeft het dan nog effect op de Bitcoin-markt deze week? Het is eigenlijk vrij stabiel gebleven, vrij positief zelfs. Dus het is wel heel interessant dat de markt zich goed houdt onder deze omstandigheden. Dat mag ik wel verwachten van een asset die zich altijd verkocht heeft als een safe haven. Ja. Dus ik vind zelf vrij positief over de prijsactie. Ja. De bitcoin blijft zijwaarts bewegen. Ja. Vorige week hebben we het hier ook gehad over altcoins die hard naar beneden gaan. Ja. In de geest van deze uitzending, zijn daar nog koopjes? Zijn er nog altcoins waarvan je denkt, die zijn nu heel laag. Zou eens wat kunnen zijn voor de toekomst? Ja, we hebben twee altcoins uitgekozen eigenlijk die mij interessant lijken, fundamenteel gezien. Mm-hmm. Dan beginnen we met Lido. Ja. Heeft te maken met de aankomende transitie van Ethereum naar staking, proof of stake. Het nadeel van proof of stake is dat je je Ethereum lockt, dus je kunt daar niets meer mee als je bijdraagt aan de beveiliging van het netwerk. Lido maakt het mogelijk geeft eigenlijk een derivaat uit en maakt het mogelijk om vervolgens en te staken en je kunt nog steeds je Ethereum gebruiken op het Ethereum netwerk. Okay. Dus je kunt nog steeds passief inkoop genereren, et cetera. Dus dat is heel interessant. Ja, dit heeft met decentralized finance te maken en dit Lido heeft een concrete oplossing voor een probleem in de markt. Klopt. Waarvoor jij zegt dit zou interessant kunnen zijn. En wat is de tweede? De tweede is AMP. AMP is een onderpand token voor het Flexa betaalnetwerk. Uh-huh. Dat is een bedrijf, tenminste een protocol dat zich wat veel patenten heeft aangevraagd in Amerika. Ook veel richt op de regelgevers en zich daar ook echt aan wil meewerken. Dus alle licenties, alles netjes organiseert. Ja. En AMP is de token die ervoor zorgt dat in het betaalnetwerk, wanneer iemand een betaling naar elkaar maakt en de betaling mocht
hoe dan ook niet doorgaan, dat de mensen nog steeds verzekerd zijn van een betalingswaarde. Okay. En dat is natuurlijk wel cruciaal in het betalingssysteem. Het is een soort visa-netwerk voor cryptocurrencies. En het timmert ook hard aan de weg. Het heeft ook al heel veel vermogen onder beheer. Ja, het is een uiterst volatiele markt en decentralized finance. Dat ook nog een keer laten benadrukken. Uiterst risicovol. Ja. Maar jij zegt binnen die context zijn dit twee muntjes die je fundamenteel eens in de gaten zou moeten houden. Ja, interessante protocol, ja. Thomas Franke, Digital Asset Manager bij Fondshuis van Eck. Dank je wel. Ja, waarom zou je af en toe afstand moeten nemen? Daar gaan we het nu over hebben. Het is natuurlijk altijd goed om dicht op je beleggingen te zitten. Misschien niet zo dicht. Ja, okay. Maar er is ook een beurswijsheid die luidt: when in doubt, zoom out. En waar gaat dat dan over, Corné? Ja, Gerben, dat gaat eigenlijk over het simpele feit dat sommige beleggers ongelooflijk zenuwachtig worden om de hele tijd naar die dagelijkse koersbewegingen te kijken. En daardoor raken ze vertwijfeld en durven bijvoorbeeld niks meer. En mijn advies is het dan, kijk naar de lange termijn. Kijk naar lange termijn grafieken, dan zie je de lange termijn trends. En dat is waar je rijk van wordt. Okay, dus als je door de boom het bos niet meer ziet, neem afstand. Juist, goed. Dat houden we in de gaten. Gaan we meenemen. Vervolgens gaan we ook weer schaamteloos inzoomen op de AEX. Want we hebben elke week een prijsvraag. En die luidde deze week: voorspel de slotstand van de AEX van afgelopen donderdag. En we hebben weer een winnaar, of niet, Caroline? Die hebben we zeker. Maar het was heel bijzonder deze week. Want iedereen zat veel lager. Niemand heeft dit verwacht. De slotstand was 707,45. En Stefan Hoekstra zat er dichtstbij met 695,29. Gefeliciteerd. Deze sturen we naar je op. Kijk, en we gaan je uitnodigen voor een rondleiding op Beursplein 5. Komende week hebben we de eerste. Wil jij ook zo'n rondleiding en deze prijzen? Stuur dan jouw voorspelling in van de slotstand van de AEX van aanstaande donderdag. Donderdag. Glaasbol oppoetsen, kijken of we het iets beter kunnen doen. Voorspel die slotstand, doe dat uiterlijk aanstaande dinsdag. En dan maak jij dus ook kans op die prijzen. Heb je een vraag voor onze experts? Schroom dan niet, hè? Stuur ze in. En ik moet er altijd bij zeggen, wij geven geen beleggingsadvies in dit programma. Of dat iets voor jou een goed idee is, hangt helemaal af van jouw persoonlijke financiële situatie. Doe altijd nader onderzoek. Ik wens je een goede beursweek. Tot de volgende Bulls & Bears.